Elson, man of the match. Heb jij in jouw ogen ook tot nu toe de beste wedstrijd sinds je bij ADO bent gespeeld? Ja, ik denk het toch wel. Nee, maar ik denk dat vandaag ook de hele team goed was. En daardoor kon ik zelf ook lekker mijn acties maken. Dus dit heb ik gewoon aan het team te danken. Je was heel bepalend vanavond. Je was betrokken bij twee strafschoppen, waarvan de eentje dan gemist wordt. Je was ook betrokken bij de 2-0 van Van Nasser. Dus wat dat betreft heb je echt een duidelijke bijdrage gehad. Ja, zeker, zeker. Maar nee, dat is zeker lekker. Dat is zeker lekker. Maar ik denk dat vandaag iedereen, als je kan zien, iedereen heeft hard gewerkt. En vandaag maken we de kansen wel af. En ja, ik hoop dat we dit blijven doen. Voelden jullie toch wat druk? Omdat je natuurlijk twee wedstrijden hiervoor verloren had. Moest je thuis spelen. Iedereen verwacht tegen zeker een ploeg die vorig jaar de Jupiler League speelde een overwinning. Was dat druk? Ja, natuurlijk. Natuurlijk zit er een beetje druk bij, maar dat hoort bij het topvoetbal. Bij de topsport, sorry. Ja, ik denk dat wij gewoon goed met de druk zijn omgegaan. Ja, gewoon goed voetballen, druk zetten. We spelen thuis en vandaag maken we de kansen wel af. Zo. Dus dat was goed vandaag. Twee weken geleden stonden jullie ook. Toen was de wedstrijd tegen Emmen, de openingswedstrijd. Toen was je teleurgesteld dat je niet in de basis stond. Ik denk dat je op dit moment, zeker ook na vorige week en zeker na vandaag, je duidelijk visitekaartje hebt afgegeven. Ik hoop het wel, ik hoop het wel. Nee, ik hoop dat ik nog meer van zulke wedstrijden kan spelen. Dus daar ga ik zeker op werken. Je had die back die je tegenover je had, die had je aardig in je zak, hè? Ja, ik moet dat zeggen. De eerste 20 minuten was ik nog even zoeken. Ik kende die jongen niet. Dus ja, was gewoon een beetje zoeken en daarna begon ik meer om acties te maken. En toen merkte ik dat hij een beetje achteruit begon te lopen. En toen dacht ik van nu ga ik hem pakken. Je staat met een grote fles wijn hier. Gaat hij in één keer op of ben je geel onthouden? Nee. Ik drink geen alcohol. Dus ik denk dat ik deze gewoon een familie van mij geef of zo die wel alcohol drinkt. Maar ik ben er heel blij mee. Ik ben er zeker blij mee. Eerste drie punten zijn binnen. Volgende week naar Excelsior. Uiteraard is Excelsior een andere tegenstander als Fortuna van vanavond. De lijn moet nu worden doorgezet, hè? Ja, dat zeker. Ik denk dat we nu met veel vertrouwen naar Excelsior kunnen. Dus hopelijk dat we ook in een uitwedstrijd zo'n prestatie kunnen neerzetten als team. Dus we gaan ervoor. En Elson Hooy blijft de stijgende lijn vasthouden? Hopelijk wel. Daar ga ik mijn best voor doen.